Hallo allemaal. Allemaal. Hallo. En welkom bij alweer een aflevering van Je kan vaccineren. Je kan ook gewoon vaccineren. En ik vroeg de vraag. Vragen staat vrij immers. En dat doen jullie in vol ornaat. Want ik heb vorige keer verteld van joh, ik ga het even rustig aan doen. En wat gebeurt er? Mijn mailbox stroomt vol. Dus ik zou eigenlijk op vakantie gaan vandaag. En dat ga ik ook. Maar nu wat later. Door jullie. Kijk, zie je? Het is jouw schuld, motherfucker. Jullie schuld. Maar ik doe het graag hoor, want ik vind het hartstikke leuk. Ik heb er echt helemaal geen zin in. Maar ik heb er echt onwijs veel zin in. En ik moet wel even zeggen, ik ben net wakker. En dat maakt het des te moeilijker, want ik moet... wakker worden duurt bij mij echt eeuwen gewoon. Nee, ik ben al wakker. Maar het wakker worden aan zich... na het slapen, laat maar zeggen... in de nacht. Ik heb al een uur of 2-3 nodig om dan weer... ben ik weer hier, weet je wel. En dat maakt niet uit, dat geeft ook niet. En dat moet ik allemaal lekker weten. Maar dan ben ik niet zo bij de pinken als dat ik een paar uur later, laat maar zeggen, dan dit ga doen. Maar ja, goed, ik ga zo meteen op vakantie. En dus ik denk, ja... Weet je, het is nu donderdag en morgen heb ik daar absoluut geen tijd voor. Jullie hebben echt niks aan deze informatie, maar ik denk ik deel het even met jullie. Want dan weten jullie ongeveer op welke vibratie ik zit. En misschien wordt het wat, misschien wordt het niks, maar ja, dat zien we dan wel weer, toch? Ik heb vandaag een hele leuke speciale verrassing voor jullie. Ook nog, bovenop het feit dat ik hier dus nu al zit om weer al die kutvragen van jullie te beantwoorden... heb ik ook nog eens een hele leuke, speciale verrassing voor jullie. Voor jullie. Of in ieder geval voor één voor jullie. Maar dat bewaar ik tot het eind, zodat jullie blijven kijken. Je kan hem ook gelijk naar het eind doorspoelen. Dan weet je gelijk wat de verrassing is, maar dan mis je de rest. Ja, moet jij weten. Hey, we gaan beginnen. Je denkt, wat heeft Vincent nou weer voor zichzelf, voor zijn vessel, voor zijn lichaam? Want ik heb natuurlijk allerlei lekkernijen altijd bij me. Althans bij me, hier staan om dit hele proces een beetje in goede banen te leiden. Ik heb natuurlijk mijn water. En dat is niet zomaar water, dat is maanwater. Kijk, hier zitten... steentjes in, kristallen. Die laat ik op in het maanlicht, in het zonlicht. Het is eigenlijk maanzonwater, maar ik noem het altijd maanwater. Dus geen kraanwater. Sowieso geen kraanwater drinken. Maanwater. En daar flikker ik dan mijn favoriete bronwater bij. En laat ik een half uurtje trekken en alle energie van de maan en de zon en de sterren krijg je lekker binnen. Maar je hoeft het niet te doen. Je kan ook gewoon die teringzooi drinken uit de kraan. Weet je. Het maakt in principe geen fuck uit. Je kan van alles drinken. Als je maar geen alcohol drinkt. Dat is echt de grootste motherfucker die er is. Alcohol. Alcohol. De zielerover. Zoek het eens even uit. Hartstikke leuk. Daarbij heb ik weer die geweldige smoothie. Hij is niet zo vol als vorige keer. Dat komt omdat ik niet genoeg appelsap had. Jij denkt natuurlijk, waarom heb je maar zo'n kleine smoothie? Ik had niet genoeg appelsap. En dan ga ik ook verder niet mijn best doen om naar de winkel te rennen om appelsap te halen of zo. Want ik moet zo op vakantie. Dus ik moet wel even normaal blijven doen, weet je wel. En ik heb hem ook niet in een glas gedaan. Deze keer, want het kost de aarde allemaal extra energie. En dat kunnen we absoluut niet gebruiken. Dus dat is een hele lekkere smoothie. Moet ik weten. Ik heb hier een boterhammetje met pindakaas en een boterhammetje met tahin. Althans, ik wijsde het verkeerd aan. Ik maak het uit. Want dit is de boterham met pindakaas, dit is de boterham met tahin.
Laten we beginnen. Hallo. Ga je maar even liggen. Jezus. Nou, daar gaan we dan. Van Revival 44. Een hele, hele fijne, leuke, vriendelijke, omarmende hallo, Vincent. Vincent? Moet jij weten. Ja. Door de piep bullshit parade valt er vrij weinig te beleven. Nou, ik weet niet welke trip jij bent beland, maar je kan gewoon naar buiten hoor. Er zijn genoeg bossen, natuurparken, met ik voor wat allemaal om ze even flink huis te houden. Met respect en dan ruim je troep op. Jij ziet er ervaren in levensenergie uit. Kan jij misschien een mooi stuk componeren op je fluit? Oh, sorry. Ik moet even vertellen. Ik heb het weer niet voorbereid. Want, ja, kom op man. Ik heb meer dingen te doen. Zodat ik en anderen wellicht het kunnen gebruiken als leidraad door trips heen. Of niet, moet jij weten. Het zou wel heel fijn zijn, Vincent. Dus heb ik ook weer eens wat te doen. Fijne tot ziens en kusjes. En hallo en doei. Van Jules. Volgens mij heb ik dat wel gisteren nog gedaan. Eergisteren. Componeren. Ja, ik componeer niet. Ik fluit gewoon. Ik kijk wel wat eruit komt. En dan soms pleur ik het op internet, soms niet. Weet je wel. Ik speel om het spelen. En ik speel niet om... een soort Beyoncé met de fluit in de kut... op het podium te gaan staan, zo weet ik veel. Wie zit er op te wachten überhaupt? Maar goed, sowieso, wie zit er überhaupt op Beyoncé? Beyoncé! Te wachten? Nee, maar dat is niet waar. Als jij daar je geluk uit haalt, leuk voor jou, weet je. Maar ja, weet je. Ik ken heel het wijf niet, ik ken de naam. Ik ken geen liedje van haar. Nou, kom op. Ik wilde dus het volgende mailtje aanklikken, maar die haar... Oh, kijk. Van Siep, alweer. Hallo, zit er iemand in de pijp? Welke pijp? Wat wil je nou, man? Pleuris. Kijk, en dit is dus precies de reden waarom ik dan 's ochtends niet dit soort dingen doe. Want dan begrijp ik er allemaal even geen tering van. Maar goed. Hallo, beste Hallo Sens. Geloof je nou in een bepaald geloof? Of geloof je nergens in? En wat is de betekenis van je armband? Met een vriendelijke hallo. Hallo. PS, ik ben vandaag te creatief geweest in mijn mail, wat ik normaal niet doe, moet ik weten. Ik heb liever gewoon dat je heel creatief bent in je mails. Sowieso, op het moment dat jij gaat bewegen, ben je al creërend bezig, dus wat wil je nou, man? Nee hoor, Siep, je doet je best. Of ik geloof in een bepaald geloof. Nee, ik heb kennis genomen van alle geloven, religies. Laten we zo zeggen, de Bijbel... Hindoeïsme, ja, ik heb het geloof. Boeddhisme is geen geloof, dat is een weten. Koran heb ik niet fysiek gelezen, maar ik heb wel met mensen gesproken die daar dan verstand schijnen te hebben. En daarnaast heb ik nog me verdiept in allerlei profetieën. Interessante boeken en weet ik veel wat. En uiteindelijk komt alles op hetzelfde neer. We are one. Weet je, wij zijn creatie. Wij zijn de bron. Dit heb ik wel 1000 keer verteld, maar goed, als jij nog een keer wil horen, dan vertel ik dat gewoon nog een keer. Wij zijn de bron, wij zijn creatie. Wij zijn God, als je het zo wil noemen. Wij zijn. Wij zijn. Snap je? Dit leven, deze trip. Kom op man, waar moet je nog in geloven? Het feit dat je hier bent. Wat denk je nou? Denk je nou dat jij een homp vlees met botten bent of zo? En verder niks? Ik denk dat je diep in je hart wel voelt wat je bent. Je bent bewustzijn. De bron, creatie, liefde. Toen jouw moeder en vader bij elkaar kwamen, jij werd gecreëerd. Die kracht, dat is wat jij bent. Dat is een spark van de bron, van de grote creator. Die creator kan je ervaren middels meditatie, ademwerk, plantmedicijnen. Maar je kan het ook gewoon zien. Weet je,
Je hoeft niet te geloven, het is er al. Alles is al. Waarom duurt het antwoord zo lang? Alles is al. Maar ik denk dat ik het meest duidelijkheid heb gekregen uit medicijnwerk en de combinatie van Advaita, non-dualiteit en het hindoeïsme, boeddhisme verhaal. Maar goed, uiteindelijk komt alles op hetzelfde neer. Wij zijn energie, licht, de bron. Wij zijn, hallo. Betekenis van mijn armband. Nou, ik heb meerdere armbanden om, dus ik weet niet welke armband je bedoelt. Graag wat specifieker. Ik bedoel, de betekenis van mijn armband, het is een armband. Dat ten eerste. Maar daarnaast, deze komt uit Brazilië. En ze weven vaak diertjes erin. Dit is dan het vuur. Zie je het? Ik weet niet of je het ziet, maakt het niet uit. Vuur. Dit is een slangetje of een kikker. Ja, alle armbanden hebben verschillende betekenissen. Allemaal van armband. Deze armband, deze rakker, die komt uit Peru. En dit is een hele lange armband. Ja, ik weet niet of je het kan zien hoor. Die draai je echt een slag in de ronde. En de middelste weg is het pad hier op aarde. En die kraaltjes staan voor het hogere, de andere dimensies. En elk armbandje is een zegening. Deze komt uit Colombia en ze heeft ongeveer dezelfde strekking als deze. En dit is een horloge. Die heb ik ooit van mijn moeder gekregen. Ik draag eigenlijk niet meer juwelen, maar deze heb ik van mijn moedertje gekregen. Dus die houd ik lekker bij me. Moet ik weten. Jezus. Van Isa. Kom op, Isa. Ja. Een nieuwe vraag. Een nieuwe dag, een nieuwe vraag. Al die vragen. Vraag. Vraag vakantie Vincent en dan komt het allemaal goed. Hallo vakantie Vincent. Weer zonder hoofdletters. Kom op man, een beetje respect. En een hele fijne hallo. Hele fijne hallo staat. Nou, dat is wel weer lief. Allereerst vroegen wij ons af hoe het met u gaat. Nou ja, het gaat. Ik ben. Gaat het goed? Ja hoor. Denk het wel. Dan komen we nu bij de echte vraag. Oh, wat is uw plan als er ooit een keer een zombie-apocalypse zou komen? Hoe bedoel je zou komen? Ik weet het verder niet hoor, maar ik begrijp het even niet. Heb je wel eens even naar buiten gekeken? Heb je iedereen wel zo zien lopen met zo'n ding op hun bek? Helemaal gehypnotiseerd door dat ding? De sleep-work eat cycle? Waar iedereen vrolijk, de rat race, waar iedereen vrolijk aan deelneemt. Wakker worden, naar je werk. Een of ander kut kantoorwerkje. De hele dag achter een computer naar de boodschappenmarkt. En dan vreten en dan nog even 2 uur naar die idioot op televisie kijken. En dan in slaap pleuren. Ik weet niet hoor, volgens mij zitten we al behoorlijk diep in de zombie-apocalypse. Daar bovenop komt nog de bullshit parade van de afgelopen jaren. En nu is het helemaal een stek van de dam. Maar goed, het hoort allemaal bij de Great Awakening. Nu was die al hardcore gaande, maar dit is echt de laatste strohalm. Wat we nu aan het ervaren zijn. En dat is prima. Ik bedoel, het goddelijke meesterwerk is in volle gang. En er komt een hele mooie tijd aan. Maar we moeten eerst even door de bagger heen. Het monster wat we zelf hebben gecreëerd. Middels... het navolgen van het kapitalistisch systeem. We komen er wel. Maar we krijgen eerst even een flinke spiegel toegeworpen van joh, waar de fuck ben je nou mee bezig, weet je wel. En wat ben ik eigenlijk? En daar komt nu iedereen mondjesmaat achter. Ik had gehoopt dat het wat sneller ging. Maar goed, het gaat zoals het gaat en het is zoals het is. En dat is allemaal gewoon prima. Ik vermaak me prima. Ik zit met stijgende verbazing te kijken naar... de mensen die het allemaal nog serieus nemen. Maar goed, moeten zij weten. Dus de zombie apocalypse, ja, volgens mij is die er allemaal. Ga alsjeblieft door met VVV, we kunnen niet meer zonder. Ja, nou ja, kijk, ik had dus eigenlijk een soort van...
een weekje vrij ingepland, maar jullie gunnen mij dat niet. En daar ben ik hartstikke dankbaar voor, want ik vind jullie hartstikke lief. Nee hoor, ik vind het hartstikke leuk. Een hele fijne hallo en heel veel kusjes weer van ons, Isa en Brit. Ik weet niet hoe oud jullie zijn, maar als jullie boven de 18 zijn, dan zou ik die kusjes graag een keer in ontvangst nemen, op de wang. Ik ben natuurlijk, maar ik hou van kusjes. En knuffels krijg ik ook, en heel veel liefde. Die hou ik van jullie te goed, Isa en Brit, als jullie 18 zijn. Hallo. Van Rico Romein. VVV / de medicijnman. Ja, breng mij bij het volgende punt. Ik wil dus, ik ga dus één keer per week de medicijnman doen. Eén keer per week vragen vakantie Vincent. En als dat aan de gang is, ga ik ergens nog één keer per week filosofie met Vincent doen of zo. Filosofie Vincent. We zien het allemaal wel. Ik ga geen beloftes maken, maar... Had ik al verteld dat ik een hele leuke verrassing heb? Had ik al verteld dat ik een hele leuke verrassing heb straks? Ha, volgens mij heb ik dat al verteld. Maar goed, dan vertel ik het nog een keer. Dan maak je in principe ook allemaal niet uit. Hey Vincent. God, gloeiende fuck pleuris. Ik scroll dus nu naar boven. Hè, en dat maakt het allemaal... Nu haast een jaar geleden ben ik mijn eigen onderzoek gestart naar medicijnen. En ik heb er veel over geleerd. Na een aantal keren paddo's truffels te hebben gebruikt, denk ik dat ik klaar ben voor iets met een sterkere werking. Denk je dat of voel je dat? Dat is een groot verschil, grote vriend. Je moet het voelen. Mijn vraag, wat zou jij aanraden en hoe zou ik hier aan kunnen komen? Met vriendelijke groet, Rico, verstuurd vanaf mijn Philips Sensei-apparaat. Dat is een bijzonder Senseo-apparaat, grote vriend. Leuk hoor. Ja, denk je het of voel je het? En hoe zou ik hier aan kunnen komen? Ja, weet je. Ik ben gewoon gaan zoeken en ik ben gaan voelen bij wie die ceremonies deed. Ja, wat ik, weet je, doe het altijd met respect, doe het altijd in ceremonie, doe het altijd onder begeleiding. En begin altijd met je onderzoek. Kijk even de medicijnman op YouTube van mij. En daar wordt heel veel in uitgelegd. Ik ga daar dus volgende week ergens, misschien binnenkort ga ik daar mee verder. Hoe je eraan zou kunnen komen, ja, als ik dat jou ga vertellen, dan ben ik natuurlijk hardcore de lul. Want ik sta al behoorlijk op de radar en... Ja, kom op. Nee, gewoon doe je onderzoek. Maar je bent dus met de paddo's bezig en truffels. Ik zou zeggen, ik heb eergisteren ben ik begonnen met mijn... ik ga volgend jaar, 25 juli 2022, ga ik een ceremonie geven. Mijn eerste ceremonie met psilocybine. Maar daarvoor ben ik nu in de leer. Dus ik heb... Eergisteren een heroïsche dosis truffels genomen. Zoek even op Heroic Dose, Terence McKenna. 5 dried grams in silent darkness. En mijn plan, ik heb 3 verschillende soorten. Ik ga met elke soort even voelen met welke spirit ik het beste resoneer. Als ik daarvan dan een spirit heb gekozen. Ga ik daar een aantal reizen mee maken in verschillende doseringen. In ceremonieel verband. Daarna ga ik met de begeleiding een mooie reis maken. En daarna ga ik diëten met de plant. En ja, 25 juli ga ik een topper van de ceremonie geven. Nou, moet ik weten. En... ik denk dat ik het voor 13 zielen ga doen. Psilocybine was mijn eerste kennismaking met plantmedicijnen. En ik voel heel erg dat ik dat met jullie mag gaan delen. Dus dat traject ga ik nu in de jungle. Mensen die met de planten werken. Vegetalista's, ayahuasqueros, maestro's. Shamanen, als zij een plant willen leren kennen, gaan ze diëten met de plant. Heel weinig eten, alleen maar plantaardig eten.
Het is een speciaal dieet. Zoek maar op, het ayahuasca dieet. Het zijn verschillende bronnen. Maar het is geen suiker, geen zout, geen alcohol, geen drugs, geen seks, geen medicijnen. Best wel hardcore dieet en vooral alleen maar plantaardig. Heel weinig eten en heel lang alleen maar die plant eten. Dan leer je elkaar kennen. Je bent wat je eet, jij neemt het tot je. Dus als jij 3 maanden alleen maar bloemkool vreet en heel weinig anders, dan leer jij de spirit van de bloemkool kennen. Zo zit het een beetje in elkaar. Wat ik jou zou aanraden uit jouw vraag, ik zou verder gaan met de paddo's voorlopig of de truffels. En dan elke keer de dosering wat verhogen of verlagen, want soms zitten de grootste lessen niet in, niet in het hardcore kwijlend op de grond liggen, maar juist in de lagere doseringen. Ga microdoseren ermee. Leer gewoon de paddo's en de truffels kennen. En ik zou je aanbevelen om ze zelf te kweken. Er heel veel liefde in te stoppen. Want ja, we are all one. Er is geen verschil tussen jou en die paddo uiteindelijk. Hoe meer liefde jij erin stopt, hoe meer jij eruit haalt. Maar haal ze niet bij de smart shop, want die worden meestal gekweekt met de intentie om winst te maken en niet voor echt medicijn gebruik. Dus als ik je een webshop mag aanraden, dan is dat de truffelstunter.nl. Ik weet dat zij de truffels kweekt met de intentie om als medicijn gebruikt te worden. Huh? Oh, nou, moet je opdekken, man. Of morgen nog. Dat is mijn antwoord. Op jou, leuke vraag. Rico, dankjewel, man. Hop. Van Levi. Jezus. Levi, turn him. Ik moet een beetje gaan opschieten. Want ik wil op vakantie. Vraag vakantie Vincent. En dan staat er vraag met een hoofdletter en vakantie Vincent met 2 kleine letters, jongens. Respect, alles met hoofdletter. Niet alles, maar de V'tjes wel. Beste hallo, ten eerste wil ik u van harte bedanken voor uw wijze levensles en prachtige bijdrage aan deze oneindige creatie van ons bestaan door middel van uw kunstzinnige en soms gekke, dan staat er een smiley, maar toch leerzame video's. Ik heb het idee dat er in uw geks lijkende video's toch altijd een moraal van het verhaal zit. Oh ja joh, zou je denken? Ik volg u sinds de... Ik ben vandaag zo vrolijk. Ik ben vandaag zo vrolijk was ik nooit. Zie, ik begin al een beetje wakker te worden. Video. En ik zie u echt als een van de weinige mensen die echt begrijpt waar het leven om draait. In tegenstelling tot het overgrote deel van de op automatisch piloot lopende mensen in de wereld. Moeten zij weten. Dat moeten zij ook weten. Op een gegeven moment zullen ze wakker worden. Weet je, de tijd waar we nu in zitten is voor mij het laatste oordeel. Door welke poort ga je? Kies je voor de angst of kies je voor de liefde? Moet jij lekker weten. Ik heb deze 2 vragen. Wat zijn uw top 3 favorite psychedelics en waarom? Gebruik je ze nog heel regelmatig en zo ja, zijn ervaringen dan nog even waardevol? Sorry voor het lange verhaal, maar ik ben u gewoon erg dankbaar, moet ik weten. Ja, dat moet jij weten. Nou, ik heb geen top 3 favorite... hallo en hallo van Levi. Ik heb geen top 3 favorite psychedelics. Weet je, elke heeft zijn of haar waarde. Het is maar net in welke fase van je leven je bivakkeert. Op welk deel van je reis je bent. Voel gewoon waar je aan toe bent. Mocht ik je ooit tegenkomen en je bent echt geïnteresseerd, dan wil ik je wel eventueel vertellen waar je moet zijn. Maar ik ga dat niet hier doen. Weet je, paddo's was mijn eerste. LSD, mijn tweede. Ayahuasca heeft echt mijn ogen geopend. En Buffo Alvarius. Ayahuasca is zo fucking mooi. Zo fucking mooi. Ja. Weet je. Zo dankbaar. En Buffo. Wow. Ja. Als je weet wat je bent, wat je werkelijk bent. Ga ermee aan de slag, man.
Maar de paddo's zijn ook hele mooie leermeestertjes. Weet je, ik kan daar niet tussen kiezen, want ze hebben allemaal evenveel waarde. Maar man. Maar ja, regelmatig. Ja, ik heb 2 kinderen, dus ik kan niet... Vroeger deed ik heel regelmatig, ging ik op reis, maar ik kan nu niet hier kwijtend op de bank gaan liggen. Als ik het doe, doe ik het in ceremonie. Vroeger deed ik het, probeerde ik het heel vaak te doen, maar het, zo werkte niet. Je moet gewoon voelen wanneer het weer nodig is. Ik heb laatst nog 3 reizen gedaan met ayahuasca. Nu is mijn vriendin alvast op vakantie, dus ik kon mijn werk doen met de paddo. Ik kijk wanneer het kan. Wanneer ik het voel, wanneer het nodig is. Weet je, de reizen zijn heel mooi. Maar dat is slechts de sleutel. De deur moet je zelf openen in het echte leven. En wat je hebt geleerd, ook leven. Weet je, integratie. Maar goed, daar ga ik in de volgende medicijnman over uitweiden. Ik hoop dat ik je vraag een beetje heb beantwoord. Die boterham was lekker, man. Pindakaas, goed voor je, man. Wel biologisch natuurlijk. Van Lin Overbeek. Ja, ik zit een beetje naar mijn scherm te staren. Jullie denken, wat doet hij? Dat was dus wat er gaande was, maar dat maakt niet uit. Hallo, in mijn vorige vraag vroeg ik aan jou of je vader je verlaten had. Ik heb geen problemen, het was gewoon puur interesse. Ik was eigenlijk best gechoqueerd dat u dat dacht. Maar goed, hoe gaat het met uw moeder? Nou ja, ik vroeg of je problemen had door de vraagstelling. Weet je, heeft je vader je verlaten? Dat behelst een soort van... Ja, ik voelde niet een goede intentie. En weet je, alles mag zijn, maar ja, weet je, ik ga niet op dit soort vragen in. Over mijn vader, of nou ja, mag best, mijn vader is in 2007 overleden, dus die heeft de aarde verlaten. Die heeft mij niet verlaten, mijn vader zit in mij. Dus, mijn moeder, ja, en mijn kinderen, mijn vriendin, mijn vrienden, ik ga er niet over lullen. Want als zij zo graag met jullie hadden willen delen hoe het met hen gaat, hadden ze wel een eigen YouTube kanaal begonnen, toch of niet? Maar ik vind het lief dat je het vraagt. Het spijt me dat jij gechoqueerd was door dat ik vroeg of je problemen had. Maar goed. Ik hoop dat ik het nu weer een beetje goed heb gemaakt. Nu gaat de boterham met tahin erin. Maar goed, vraag het lekker aan hun. Bedankt voor je vraag. Van Barry, Barry Batsbak. Barry Batsbak 43@hommel.com. Wat een leuk e-mailadres. Een hele fijne hallo. Ik hoop dat u een goed begin heeft van uw dag. Nou Barry, ik zit hier allerlei vragen te beantwoorden. En ik wil eigenlijk op vakantie. Dus nee waar, ik vind het hartstikke leuk. Heb je een beetje fijne vakantie gehad? Mijn leven is 1 grote vakantie, grote vriend. Maar ja, ik heb een hele fijne vakantie. Ik vind het een hele mooie reis. Oh. Nou, sorry, ik eet ondertussen voor u ook nog gommel. Maar ja, ik moet mijn lichaam even voeden. Maar ja. Normaal zou ik ook niet met mijn volle mond praten hoor. Maar nu kunnen er toch geen stukken brood jouw kant op vliegen. Ze kunnen wel je kant op vliegen, maar ze kunnen niet in je bek komen. Want het is een filmpje. Ik wist niet of je het door had, maar... Een makker en ik vroegen ons af hoe ver jij denkt te zijn op je tocht naar de bron. Aangezien je het vaker in je video's hebt over het leven en de bron. We kijken allebei al een hele tijd naar je video's, moeten wij weten. En vinden ze geweldig. Ga ze door, toppen. Nou, vind ik hartstikke lief dat je het zegt. En een hele, hele fijne hallo gewenst van Barry Batsbak. Jongens, een hele, hele fijne hallo, hallo, hallo van Barry, Barry Batsbak. Nee, lief hoor. Ik weet niet hoe ver ik ben op weg naar de bron. Ik hoop terug te gaan naar de bron. Als ik dood ben, want daar zitten ook nogal wat haken en ogen aan. Lees deze maar even. Ik denk dat dit wel Tibetaans boek van leven en sterven.
lees die maar even. In principe ben je al bij de bron. Je moet het alleen zien. Want er is geen verschil. Alles is alles. We denken alleen weg te zijn van de bron. Dat is een beetje het verhaal. Maar goed. Het Tibetaanse boek van leven en sterven. Lees die maar even. Ik bedoel. Ja. Dat is echt een aanrader, man. Ik heb hier nog gewoon een paar aanraders liggen. Nou ja, ik ben ernaar toch. Kijk, hier zijn drie boeken over de paddenstoelen. Mushroom Wisdom. Magic Mushrooms. En Shroom. A Cultural History of the Magic Shroom. Van Andy Ledger. En dat brengt me bij het laatste boek. Zit vol die bal. Ja, jullie denken, wat de fuck is dit nou weer? En dat is precies wat ik dacht toen ik de ruilwinkel inliep en dit zag. Na twee stappen in de ruilwinkel te hebben gezet. Het is ook best wel bijzonder dat het universum mij dit boek doet toekomen natuurlijk. Kijk maar even, Zit Volleybal. Ik heb hier al twee afleveringen over gemaakt. En ik ben bezig met een derde. En kijk maar op YouTube, daar staan ze. Het is echt een heel bijzonder werk. En het roept heel veel vragen op. Weet je, ik ben er nog niet over uit. Maar ja, ik ga er verder over uit. Maar ik kreeg een vraag van, joh, wanneer ga je weer een boek maken? Ik ben bezig met een boek, maar goed, lang verhaal. Over mezelf. Ego-tripper die ik ben, maar... wanneer ga je weer zitvolleybal behandelen? Dat ga ik binnenkort even doen, maar daar ben ik mee bezig. Rustig aan jongens, alles op zijn tijd. Leven in de bron, nou, heb ik beantwoord. Oké, van Rob de Blok. Allereerst een buitengewoon fijne hallo. Jij ook een buitengewoon fijne hallo, Rob de Blok. Ik ben tijdens het kijken van je vorige video erg plezant verrast. Oei. Dat moet jij weten, Goos. Nadat je mijn hersenhelften zonder discriminatie bestoofd hebt met je wijsheid, werd ik plots getransporteerd naar een euforische meditatieve staat door de goddelijke geluiden die je produceerde. Moet jij weten. Ik heb uiteraard over de hemelse frequenties die je met je fluit in deze wereld uitblies. Ik heb het uiteraard over de... Ja. Ik ben dus danig onder de indruk dat ik je bij deze smeek om je talenten met ons te delen op Spotify of op YouTube. In een lekker nummertje. Nou ja, dat heb ik wel vaker gedaan. Dat doe ik regelmatig. Af en toe als ik er zin in heb. Spotify niet. Ik bedoel, waarom zou ik dat doen? YouTube doe ik dat wel eens als ik er zin in heb. Kijk maar op YouTube. Ga maar zoeken. Of op Insta. Insta. Hallo, moet jij weten. Goh, dat was een lekker snel vraagje. Ja, wat is dit nou? Weer een Rob de Blokje. Hij doet weer een Rob de Blokje. What the fuck, man? Oh, er staat een grammofoonplaat in. Maar dat staat er helemaal niet in. Er staat een grammaticale fout in. Maar ik ben type. Als een Mogol, als ik dronken ben. Nou, moet jij weten, Rob. Voor mij er niet meer lastig. Voor ons er niet meer lastig. Sowieso, alcohol drinken is niet echt handig of zo. Nou, wie hebben we daar? Nera, een hele lieve meid. Tans? Ja, ik denk wel dat ze lief. Oh, kijk hè. Zie je dat? Huh. Die moet mijn bek in. Jezus, weer zo lang hè. Nu dan toch. Maar goed. Aan de wel edel gestrenge heer Vakantie Vincent. Dat kan ik wel waarderen aan Nora. Ze weet wel mij aan te spreken. Met de titel die ik verdien. Nu dan hier. Goh, je meent het. Moet ik weten. Wat een originele titels krijgt heel de tijd. Hè? Inderdaad, Nora. Je bent lekker bezig. Ik wil u bij deze toch even... deden mailen dat ik het jammer vind dat u alweer zei dat u geen zin meer hebt in mijn mailtjes. Dat heb ik helemaal niet gezegd. Heb ik dat gezegd? Weet ik veel. Nee joh, ik vind het hartstikke leuk, man. Zeik niet zo. Ben je een wijf of zo? Niet zeiken. Ik ben gewoon een vaste kijker. Moet ik weten.
Zonder mij heeft u immers nog een mailtje minder. En gaat u nog meer twijfelen. Dat zei u zelf. Ja. Ik had nog wel een interessante vraag. Oh ja, joh. Vincent, wat gebeurt er nou precies na de dood? Dat weet niemand. Lees dit. En ja, Buffo Alvarius, 5-MeO-DMT, maar dat is echt voor als je heel ver bent in je medicijnwerk. Want dat is echt hardcore. Dat is het heftigste wat je maar kan doen. Dan los je op, ga je terug naar de bron. Dan word je de kracht die je ooit weer was. Althans, dat zijn de theorieën. Want niemand weet wat er gebeurt als je echt dood bent. Dat weet alleen de dood. Maar goed, heel veel mensen die gokken ongeveer wel dat het ongeveer is waar dit boek over handelt. Dus je hoeft absoluut niet bang te zijn voor de dood. De dood is fucking mooi. Een kosmisch orgasme. Een kosmisch goddelijk orgasme. Maal een triljard en dan ben je er nog niet. Kan je nagaan. Hallo. Ik ben altijd een beetje bang geweest voor wat er daarna zou komen. Zou ik niet zijn, schat. Komt helemaal goed. En ik moet toegeven dat uw kijk op de wereld mij al heeft geholpen met het snelle loslaten van dingen. Loslaten. Het hele leven gaat over loslaten. Als jij iets loslaat, geeft het universum jou daar iets voor terug. En iets mooiers. Ik ga een smoothie drinken. Nee, ja. Want bij jouw geweldige vraag hoort een lekkere smoothie. Lekker, man. Ik doe het lekker rustig aan vandaag. Moet ik weten. Ik zou het zeer op prijs stellen als u mij dit kunt vertellen, want wellicht ben ik dan ook weer van die angst af. Goh, als dat zo is, haal ik echt een hele doos biologische chocola voor u. Geen goedkope tering, zou je, want dat wilt u niet. En ik ook niet. Nou, schat. Ik ben gek op chocolaatjes van Hop en Stork. En dan, ik mag geen reclame maken, want dat weet ik veel. Het zijn die kleine vierkantjes, die vind ik echt fucking lekker. En die zijn ook fucking lekker. Hop en Stork. Hou je spaarpot maar leeg, schat. En wie is Hanneke van der Naat? Hanneke van der Naat is de voorzitter van de Bond tegen Vloeken. Moet zij weten. Een hele fijne hallo. En natuurlijk wens ik u een hele fijne hallo. Jij ook een hele fijne hallo. Ja, jullie allemaal een hele fijne hallo trouwens. En namaste, motherfuckers. Mijn telefoon vult het tegenwoordig al bijna automatisch aan. Maar moet hij weten. Of zij, ik weet niet. Heeft je telefoon een gaatje? Maar hij is lekker bezig. Moet zij weten. Hallo. Met vriendelijk hallo en natuurlijk een hele fijne hallo van Nera. Verstuurd vanaf de condoleance kaart van Hanneke. Ik wist niet dat Hanneke hemelen is. Dat op hemelvaart. Haar naam is Hanneke. Een hele dode meid. Van Dexon 115. En dan zijn we aan het eind van deze aflevering. En ik moet zeggen, ik vind het niet heel erg. Ik vind het jammer. Maar goed, aan alles komt een eind. Alles gaat voorbij. Dat is de enige houvast die je hebt in het leven. Prachtig. Van Dexon 115. Dus dit is de 115e Dexon die er ooit op aarde heeft gebanjerd. En dat is best wel heel bijzonder. Hallo en een hele fina hallo. Ja. Vincent, ik had even een belangrijke vraag. Ja, tuurlijk heb jij een belangrijke vraag, anders wil je mij niet, toch? De vraag van vandaag is, hoe kom je nou eigenlijk bij de Mooie Mannenclub? Aha, dat is wel een belangrijke vraag. Ik zie hier heel veel ambities. En je bent altijd een idool geweest, 7 jaar al. Dat is niet altijd, tenzij je 7 bent. Dus ik waag hierbij mijn poging voor een interview. What the fuck, man? Wat wil je nou? Wil je mij interviewen? Wil je graag bij de Mooie Mannenclub? Wil je dat ik jou interview? Want zo werkt het niet, grote vriend. Met vrienden groet Tycho. Eerst heet je Dexon en nu heet je Tycho. Ik begrijp het even niet, Dexon.
115, Tycho. Maakt niet uit. Dekson Tycho. En een hele fijne hallo. Ja, bij de mooie mannenclub, daar kom je natuurlijk niet zomaar bij, grote vriend. Nee. Ik heb de mooie mannenclub ooit in het leven geroepen op de WhatsApp. Dat zijn kennissen van mij. Die heb ik allemaal. Kennissen die houden van een flink er stevig in te gaan. En een flinke nodige dosis humor hebben. En alles aan doen om jouw ego kapot te maken middels snedige opmerkingen. En kennissen van hun die konden daar weer bij komen. Mochten zij denken van, goh, ik denk dat jij misschien eventueel wel, that you got the stuff to join this very exclusive club. En daar kon je bij komen en dan werd je, we lopen dus elkaar de hele dag een beetje af te zeiken daar in die club en grapjes te maken. En dat is hartstikke gezellig, hartstikke leuk. En daar kan je bij komen als je iemand kent die ons kent. Maar dan word je de eerste 24 uur door iedereen aangepakt, laten we het zo zeggen. En als je dat doorstaat, dan maak je eventueel kans om erbij te blijven. Maar het zou ook zomaar kunnen zijn dat als jij geen bijdrage meer levert, dat je weer uitgeflikkerd wordt. Dus dat is de manier om bij de mooie mannenclub te komen. Maar misschien, dat ik ooit iemand een kans ga geven om daarbij te komen. Misschien. Laten we kijken hoeveel animo er is. Hè? Laten we dat bekijken. Dus mocht jij bij de mooie mannenclub willen komen, stuur een mailtje naar jemoeder43@honden.com met als titel MMC. Als je dat niet doet en ik open dat mailtje en je zegt van ja, ik wil bij de MMC, dan begrijp je het niet. Dus dan maak je sowieso geen kans. En dan mag jij in een mailtje gaan uitleggen waarom jij denkt dat je bij die motherfucking mooie mannenclub mag komen. Laten we het zomaar doen. En dan ga ik wel eens verder kijken of er animo voor is binnen de mooie mannenclub. De mooie mannenclub! Een club met mooie mannen. Moeten wij weten. We don't care. We never did. Hallo. Dit was hem. En dat brengt mij bij het eind van deze geweldige aflevering. Nou jongens, een hele fijne hallo allemaal. Een hele fijne hallo allemaal. Nee, want ik had nog een leuke verrassing voor jullie. Ik ben dus met mijn website bezig. En de merchandise waar jullie zo over lopen te zeiken. Dus daar ben ik mee bezig. Ik heb natuurlijk deze fantastische toppers. Die ik ga verkopen. Dat is een wristband met 7 keer het Vakantie Vincent's logo erin. 7 keer omdat dat natuurlijk een bijzonder getal is. Je hebt de licht en de donker editie. Die komen erop te staan. En daar komt mijn eerste officiële t-shirt op te staan. Ik heb ooit al een mooie mannenclub t-shirt gedaan. Er zijn er in die end niet heel veel van verkocht. Maar ik heb dat toen verkeerd aangepakt. En dat moet ik eerlijk toegeven. Want ik wil eigenlijk gewoon graag dat als jij een t-shirt graag wil hebben, dat jij hem bestelt en dat hij binnen 2 of 3 dagen bij je is. Zo werk ik. Ik wil dat gelijk kunnen doen. En dat is toen niet helemaal gelukt. Maar dat betekent wel dat dat eerste t-shirt wat ik ooit heb gemaakt heel exclusief is. Limited. Dus gefeliciteerd met degene die je toen hebben aangeschaft. Maar dit is het echte officiële t-shirt. Ooit. En dat is het meest foute t-shirt wat jij maar kan bedenken, grote vriend. Want ik ben natuurlijk, ik sta bekend om mijn foute filmpjes. Dus wat zou het eerste t-shirt dan moeten zijn? Een fout t-shirt. Die heb ik dus de opdracht gegeven, want ik ga alle t-shirts die ik maak, ga ik er maar heel weinig van maken. Want ik ben geen commercieel hoertje en ik doe het allemaal niet voor het geld. En ik wil dat het een beetje leuk blijft voor degene die ze kopen. Dat niet iedereen met zo'n ding loopt. Dus ik ga regelmatig een t-shirt maken. En die zijn dan allemaal exclusief. Van de eerste oplagen heb ik er 100 besteld. En dan ongeveer in de mate waarvan ik denk dat die... En als het op is, is het op. En dan is het jammer. Maar ze hebben mij dus een proefdruk besteld. Toegezonden. Wat ik best wel tof vind. Ze zeiden, joh, kijk welke plaksel, weet ik veel wat, hoe jij het gedrukt wil hebben.
Maar daar hebben ze dus het t-shirt zelf, dat hou ik nog even. Nee, ik ga het wel vertellen. Het t-shirt zelf, er komt op de voorkant deze legendarische foto. Kijk eens even. De aardbeienfoto. En dan komt er op de achterkant, moet jij weten, en op de sleeve komt Vindustries. Maar goed, omdat dit een proefdruk was, en we kijken welke opdruk ik wilde hebben, hebben ze twee keer die foto geplaatst. Dus deze is motherfucking limited. Limited as fuck. En ja. Die kan één van jullie winnen, man. Zo ben ik. Dus als jij mij kan uit... Nee. Waar de fuck ben ik nou weer mee bezig? Nee, degene die de meest interessante, die de interessantste vraag stelt de komende week, die wint deze motherfucker. Dus dan ben jij de enige. En wat ook leuk is, want het EK komt er bijna aan. Nu kijk ik geen voetbal meer hoor, want ik vind er geen tering tyfus meer aan. Na het WK in 2010 begon ik mezelf af te vragen. Ik keek het altijd best wel gepassioneerd. Maar toen verloren we die WK-finale en toen vroeg ik mezelf af, ja, wat is er nou? Waarom vind ik het nou eigenlijk zo belangrijk dat Nederland wereldkampioen wordt? En ik kon geen antwoord vinden, behalve dan dat je één dag anarchie hebt en een leuk feestje. Ja, kon ik geen antwoord vinden. Dus toen dacht ik bij mezelf, ja, jeetje. Maar goed, dus toen ben ik het wat in perspectief gaan zien. Maar ik vind het altijd nog wel leuk om te kijken. Maar nu zit er geen publiek meer bij, dus het slaat helemaal nergens meer op. Maar goed, het EK komt eraan. Ik heb hier een oranje t-shirt aan. Dus het is ook nog eens een EK t-shirt. Man, Vincent, je denkt ook overal aan. Nou jongens, ik vond het... door jullie ben ik dus 47 à 48 minuten later op vakantie gegaan dan ik eindelijk zou gaan. Maar ik doe het in alle liefde, eerbied, dankbaarheid en respect voor jullie. Jongens, een hele fijne hallo allemaal. En een hele, hele fijne hallo allemaal.